Cruijff is voor mij mijn het allerbelangrijkste wat ik heb meegemaakt. Ik heb een boek geschreven waarin ik hem ook die grani geef. Want zonder hem, weet ik niet, maar hij heeft me de kans gegeven. Hij heeft me ondersteund. Hij heeft me ook zelfs een beetje begeleid. Maar hij is degene geweest waardoor ik de carrière heb gehad of heb kunnen maken die ik heb gemaakt. Hij wilde eigenlijk niet met, hij vond het zonde met een keeper te spelen. Waarom? Je bent hem eigenlijk 80% van de wedstrijd ben je hem kwijt. Ja, dus waarom ga je een keeper gebruiken? Oké, je moet met een keeper spelen. Dus gebruik de keeper zo functioneel mogelijk en laat hem ook kunnen meevoetballen. En dat was eigenlijk het hele idee van Cruijff. Je hebt een extra man, je hebt een extra veldspeler. Waar is van Frank de Boer? Langehuizen komt er dus in. John de Bever. Eens kijken wat hij nou kan. Geeft die bal aan Peter Baartsen. En het paste natuurlijk precies in mijn manier van voetballen, van mezelf opgeleid te hebben. Ik speelde op straat. Als we voor stonden, ging ik keepen, maar dan moesten we verdedigen. En als we achter stonden, ging ik in de spits of op het middenveld, dan moesten we aanvallen. Dus ik voelde dat aan. Hij heeft ook ooit gezegd van, ik kon heel goed diepte inschatten. Want als je naar mij kijkt toen, ik was rechtsbenig en links niet veel. Maar ik kon heel goed diepte inschatten. Je kon mij altijd aanspelen. Tegenwoordig moet een keeper ook links goed kunnen trappen. Dat kon ik toen niet. Dus het heeft wel een ontwikkeling teweeg gebracht. Onze startpositie of startmoment. Dat begon bij jou. Dat heb ik zo begrepen, ja. En het is inderdaad bij mij, heeft het zich. Daar is de basis gelegd. Ik was niet iemand die mijn carrière heeft gepland. Of heb gepland, wat is het? Hebt gepland. Ja, ik heb het vaak. Mooi. Heb gepland. Heb gepland. Omdat ik ben er eigenlijk ingerold. Van de straat, Ajax. En in één keer was ik eerste keeper van Ajax. Het was geen planning of een droom. Mijn droom is nog steeds, of was, vliegen. Ja, om ooit piloot te worden. Dat was mijn passie. Vliegen is nog steeds mijn passie. Ik heb mijn sport vliegersbrevet. Hij is wel verlopen. Maar ik heb gevlogen, ja. En als ik dan terugkijk op mijn carrière, dan denk ik van, ja, je hebt toch een hele mooie carrière gehad. Met ups en downs. Dat hoort erbij. En toen ik moest stoppen in 1999, was ik ook klaar. Was voor mij Ahi Asari. Moet tegen wil en dank afscheid genomen worden van Stanley Menzo. De reserve doelman moest afgekeurd worden voor het spelen van betaald voetbal. Maar hij is nog immer immens populair. Ik kwam hier terug 3 maanden geleden en ik meer verwacht, meer gehoopt. Dus het heeft helaas niet zo mogen zijn. Ik wil alleen 1 ding zeggen. Ik ben trots om Ajax te zijn. Dankjewel. Het is dus leuk geweest, goed geweest. Ik ben ook gestopt waar ik ben begonnen. Ik werd teruggehaald door Ajax. Dus de cirkel was rond. Dan ga je kijken, wat ga ik nu doen? Want ik was geen en ben geen miljonair dat ik met mijn handen, of tenminste gewoon rustig kon zitten. Dus ik moest en wilde nog graag iets doen, sowieso. En in die periode heeft Ajax me de kans gegeven om te kijken, wat wil je gaan doen in onze organisatie? Wil je jeugdtrainer worden of wil je iets in het management gaan doen? Dus ik heb meegelopen bij de commerciële afdeling. Uitwedstrijden van Ajax in de Europa Cup meegeweest. Met sponsoren praten. Ik heb stage gelopen bij de B2 van Ajax. En het voetbal trok me toch nog het meest dan het commerciële. Leuk, mooie tripjes maken, maar het veld, dat zat nog steeds. Het gras zat nog steeds onder mijn schoenen. Dus ik ben een jaartje bij Ajax weggegaan. Na 2 jaar ben ik weggegaan, heb ik een jaar nog amateurvoetbal gespeeld.
kampioen van Nederland geworden. En toen werd mij op dat moment de kans geboren om trainer te worden van die amateurclub. En zo is het eigenlijk begonnen, het trainerschap. Ik heb een jaar geleden met Louis van Gaal gesproken. Dat had ook te maken met mijn boek. En ik vond het jammer dat ik veel coaches hebben onder zijn assistent geweest van een grote coach. En zo wordt hun carrière gevormd, hè, als coach ook. Ik heb eigenlijk mezelf gevormd als coach. En ja, dus wat ik ermee wil zeggen, ik heb overal wat geleerd. Overal in Nederland, in België, in Kaapstad, in China. Het mooie van werken in verschillende landen, dat je te maken krijgt met verschillende culturen, verschillende opvattingen, verschillende manieren van benaderen van spelers. In Zuid-Afrika heb je zwarte mensen, je hebt colored mensen, je hebt blanke mensen. Dat zijn al drie verschillen. Maar in die zwarte mensen, bij die zwarte mensen heb je nog verschillende tribes. Het is ongelooflijk. Dus met al dat soort dingen moet je leren dealen. Dat verrijkt alleen maar je kennis en je bagage die je meeneemt naar de volgende stap. China, heel hiërarchisch. De baas bepaalt en daaronder moet gewoon luisteren. Van alles neem je iets mee en dat vormt je als tot coach. En ik zal hier ongetwijfeld ook iets meenemen in mijn vorming